Onlangs was ik op bezoek bij Noah. Ze is 17 jaar oud en heeft een erg moeilijk leven. Meerdere malen misbruikt, een eetstoornis, depressief en een ernstige posttraumatische stressstoornis. En ze is al talloze keren opgenomen. Noah is niet de enige. Ik vertelde de minister eerder over Nico Molenaar en zijn zoektocht naar passende hulp voor zijn dochter. Hoe het gezin binnen een jaar 26 hulpverleners en 11 instellingen zag. De wanhoop groeide en toen ze eindelijk de juiste plek hadden gevonden, brak daarna weer een tijd van onzekerheid aan omdat de instelling de aanbesteding verloor. Ik citeerde Evi, die schreef: hoe normaal is het dat ik op dat moment zoveel behoefte heb aan iemand die me aankijkt, zegt dat ik de nacht wel doorkom en me een knuffel geeft. In plaats daarvan gaat het grote licht uit en de deur op slot. En in de Volkskrant stond zaterdag het artikel van Jason waarvan de titel genoeg zegt: sluit depressieve kinderen niet op, maar geef ze liefde. Voorzitter, ook Noah vertelde me hoe ze maandenlang in de isoleercel sliep. Met een scheurjurk aan in een kille cel. En niet omdat ze een misdrijf had gepleegd, maar omdat ze wanhopig was en de instelling onvoldoende personeel had om het anders op te lossen. Voorzitter, het is niet normaal dat we in dit land jongeren die seksueel misbruikt zijn, depressief of een eetstoornis hebben, geen goede behandelplek geven, maar opsluiten. En het kan ook anders. Sommige instellingen separeren niet meer omdat we weten dat het ronduit schadelijk is voor jongeren. GroenLinks wil dat de minister de beste faciliteiten regelt voor deze jongeren. Investeer in jeugdzorg, verlaag de werkdruk, zodat personeel blijft en het ziekteverzuim omlaag gaat. Voorzitter, eind oktober liet de minister op mijn Kamervragen weten dat van de 81 jongeren die in 2017 suïcide hebben gepleegd, er 10 in een instelling verbleven. En in november maakte een inspectie een factsheet waarin stond dat in dat jaar 25 jongeren die jeugdhulp kregen een einde maakten aan hun leven. Wanneer kende de minister deze cijfers? Had hij niet op zijn klompen kunnen aanvoelen dat de Kamer deze informatie ook wilde hebben? En waarom werd dit document uit november pas tijdens het kerstreces online gezet? En waarom werd ik hier door Nieuwsuur op geattendeerd en niet door deze minister? Voorzitter, de inspectie trekt vernietigende conclusies. Jongeren voelen zich niet gehoord en er is een gebrek aan samenwerking. En gisteren stond in een nieuw rapport naar aanleiding van weer een zelfdoding letterlijk dat de jeugd GGZ en de jeugdzorg als twee afzonderlijke werelden hebben gehandeld. Hoe kan dit? En waarom doet de inspectie geen onderzoek bij signalen dat het niet goed gaat? En voorzitter, ik vind het hard dat er pas onderzoek komt als een jongere alles overleden. Voorzitter, nog meer vragen. Veel jongeren die suïcide plegen hebben een autistische stoornis. En wat gaat de minister doen om kennis van autisme te versterken? En wanneer krijgen we zicht op de wachtlijsten? Ik vraag jou om sinds mijn allereerste debat over jeugdzorg. En wanneer gaat de minister de toen aangenomen motie uitvoeren? En hoe kijkt de minister naar de aanbeveling in Nieuwsuur, waarin een aantal psychiaters stelt dat er vaak niet wordt behandeld in de gesloten jeugdzorg? En is hij het met hen en met GroenLinks eens dat dit wel moet gebeuren? En heeft de minister vanochtend het interview met kinderpsychiater Peter Dijkzoon gelezen, die in de Volkskrant stelt dat we minder kinderen uit huis moeten plaatsen en betere hulp in het gezin noodzakelijk is? En voorzitter, ik vind het te gek voor woorden dat ouders en jongeren zelf moeten googelen naar behandelplekken. En wat te denken van het effect op een gezin, op broertjes en zusjes, als er een kind in huis woont dat vaak in paniek is, dat angstig is of dat zichzelf wat aandoet. En waar ook alle aandacht naartoe gaat. En voorzitter, ik wil ook graag weten wat de minister gaat doen, zodat we echt vanaf 2021 geen kinderen meer in een isoleercel zetten. En wat zegt hij tegen bestuurders die aangeven dat dit onhoudbaar is? En is de minister bereid om korte termijn onderzoek te doen naar suïcides in relatie tot een repressief klimaat in instellingen en de werkdruk van jeugdzorgmedewerkers? Er zijn ook lichtpuntjes. Deskundigen vertellen dat we steeds beter trauma's en diverse stoornissen kunnen behandelen en dat ook separeren niet noodzakelijk is. En sterker nog, sommige instellingen doen dat al. En dat geeft mij hoop, voorzitter, want we kunnen jongeren helpen, maar dan moet de minister wel de regierol op zich nemen. Want er is een crisis gaande in de jeugdzorg en hier hoort ook crisismanagement bij. Wil de minister meteen aankloppen bij zijn collega's in het kabinet en directe investeringen eisen? En wat gaat hij doen zodat wetenschappelijke kennis beter wordt verspreid en wordt toegepast? En is de minister bereid om projecten die zich bezighouden met zelfdodingen onder jongeren financieel te ondersteunen? En voorzitter, ik zit niet te wachten op een volgend actieplan, een overlegtafel of lange termijn afspraken, want er moet nu wat gebeuren en we weten ook wat er nodig is. Voorzitter, ik rond af. Er zijn veel jongeren zoals Noah, Evi, Jason en de dochter van Nico. Jongeren die een normaal leven willen leiden, maar niet weten hoe, die in stilte om hulp schreeuwen, die liefde en een goede behandeling nodig hebben in plaats van straf. En het is gênant dat in een welvarend land het aantal zelfdodingen stijgt en dat we jongeren opsluiten in plaats van hen extra liefde en aandacht te geven.